Deze week ga ik een week geen koffie drinken, maar in plaats daarvan traplopen. Onderzoek gepubliceerd op sciencedirect.com. En er staat dat ze een kleinschalig onderzoek hebben uitgevoerd onder vrouwen die slaaptekort hadden. 10 minuten traplopen moet gelijk zijn aan 50 milligram koffie. Ik kan alleen maar zeggen, ik neem de proef op de som en ik ga gewoon kijken of het goed bevalt om trap te lopen in plaats van koffie te drinken. Goedemorgen, ik ben wakker. Normaal ga ik nu direct naar het koffiezetapparaat, maar dan moet ik vandaag inwisselen voor het trappenhuis. Goed, dat zit erop. Ik voel het wel een beetje dat ik net in beweging ben geweest, maar cafeïne voelt toch anders. Dat moet ik beamen. De week zit erop, een week zonder koffie, maar in plaats daarvan ga ik iedere keer traplopen. Want volgens het onderzoek zou bij 10 minuten traplopen dat het dan meer zou opleveren dan 50 milligram cafeïne. Nou, hoe me dat bevallen is, allereerst miste ik de koffie echt ontzettend. Ik mis het toch wel gewoon even zo dat koffiemomentje. Het is natuurlijk ook soms gezellig om even koffie te drinken, maar ook gewoon lekker natuurlijk. Bij traplopen moet je natuurlijk dan wel moeite doen om op te staan en trap te lopen. Dus ik had er gewoon niet altijd zin in. En dan was het wel zo. Liefst pakte ik nu gewoon een kopje koffie en ging ik even lekker zitten. En of ik me echt beter voelde. Zeker natuurlijk omdat ik dan net opgestaan was en een beweging had gehad. En ik ging zitten. Dan voelde ik me niet meer zo moe als daarvoor. Maar als je dan zo wat langer kijkt, dan niet. Want ik kakte wel snel weer in. Ik was snel weer op hetzelfde niveau. En ik merk bij koffie dat het wel gewoon dat je wat langer wakker blijft. Zo'n beetje aan het einde van de week. Toen was er ook een dag dat ik echt moe was. En moest de hele dag studeren en nog werken. Toen heb ik een kopje koffie gepakt. Wat eigenlijk goed was voor deze test. Want ik merkte wel echt verschil. Het was wel, ik nam de koffie en ik was gelijk zoveel energieker weer. Ik merkte zeker verschil. Dus ik zal concluderen. Het werkt zeker het traplopen. Maar koffie werkt in mijn ogen wel beter om wat meer over je dipje heen te komen. Mocht je het nou zelf willen proberen. Volgens het onderzoek dat is uitgevoerd moet je dus 10 minuten de trap op en af lopen op een laag tot gemiddeld tempo. En zoals ik zei, dat staat al gelijk aan 50 milligram cafeïne. Succes!